Mm. En over het bombardement, hè, op Dresden. Daar klappen ze niet meer over. En dat de concentratiekampen ooit gevonden zijn door de Engelsen, dat mag niemand niet weten. En dan klappen we nog niet over Hiroshima en Nagasaki. Och, jongen, de geschiedenis, hè, wordt altijd geschreven door de overwinnaars. Binnen wat schitterend is met je ooit, godverdomme, je bent precies een klein jong. Je het wel, Wout, hè? Oh ja? Dat is toch niet wat er op oude past al? Je zou moeten feer zijn op zo'n schone Vlaamse naam. Maar Rena zegt nou ook eens iets, zeg. Ja, dat is waar. Maar Wout is moderner, hè? August Borms, die neigt het allemaal zijn gebeuren. In de Eerste Oorlog, dat er honderdduizenden Vlaamse jongens naar de IJzer werden gestuurd. In het Frans. De Franstalige officieren. En omdat de Duitsers, hè, respect hadden voor de Vlaamse taal, hè, had hij in 40 ook voor de Duitsers gekozen. En wat gebeurt er na de oorlog? Hè? Met die schommelers, met die economische collaborateurs, die Franse clients? Die hebben ze gewoon gerust gelaten. Maar Borms, wat zeg ik? Dokter Borms? Die hebben ze aan een paal gebonden en de kogel gegeven. Klootzakken. Ja, die makakken die zouden ze ook allemaal beter eens de kogel geven, hè? In de C-130, terug naar de broes. Looi kopen en hup, kap naar beneden. Zonder parachute, hè? Ach, die bronnen mannen hebben geen respect voor ons. Niet voor onze taal, niet voor onze cultuur. Anders zouden die hun eigen wel aanpassen. Maar Japanners, daar heb ik ook niks tegen. Die brengen geld mee. En die gedragen hun eigen. Ja, maar echt, hoe Vlaams kennen die nou ook weer niet, hè? Och, eerst zang en sport 17, nee, want ga kind Japanners. Ja, die met dat vriendelijk gezicht. En die altijd zo lacht van het retourwinkeltje, is toch niet Japanners? Marina, zeg je nou zo'n lomp? Dat is een Vietnamees, dat is een raastkikker. Ja, voor mij trekken die allemaal op eens, hè. Japanners. Dat is een herenvolk. Dat is een herenras. Als je daar iets verkeerd door, hè, in Japan, hè. Hup, en we pinken af, hè. En dat is nog maar het begin, hè. Amai, tante Marina, goeie wafels. Echt. Ik kan je pap niet meer zeggen. Ja, dat zal wel. Ga Fred maar door met een kop, dat is mijn vierde al. Nou, zeg maar dat onze pa er niet voor laat betalen. Oh, een nozel mannetje. Het is tijd. Ik rook met een tram in. Kevin, ga ook dat thuis, hè, maat. En ga, hè. We hebben muziek niet taart, hè. Kom op, Marina, laat je even verstand morgen. We gaan slapen.